zijn het hier? Hoeveel? Maak ze kapot. Noobcraft. Yo, Nintendo fans. Hier hebben jullie lang op gewacht, hè? Het is weer tijd voor Noobcraft. Het is langer dan een maand geleden dat ik Noobcraft heb gespeeld. En ik ben weer volledig noob, jongens. Ik weet totaal niet meer wat ik moet doen. Maar, ik zag daar in de verte een hele hoge berg. En ik wil naar die berg toe. Ik wil kijken wat er op die berg is. Yo, Marik, waarom wil je naar die berg? Ik heb geen idee. Lijkt me gewoon leuk. Hebben jullie Lord of the Rings gezien? Dan weten jullie hoe graag Frodo die ring wilde hebben. Ja, dat is een beetje hoe graag ik nu naar die berg wil. Maar ik moet eerst even eten pakken. Deurtje dicht. Zwaard pakken. En we gaan naar die berg. Because there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough. To keep me from climbing this mountain. Dit zal waarschijnlijk wel weer het einde zijn van Noobcraft. Want ik heb zo het gevoel dat ik zomaar kapot word gemaakt door een vijandje straks, jongens. Staat er weer opeens een creepetepiepetje langs mijn hoofd? Oh, zijn we er al? Is het zo dichtbij? Ik dacht echt dat het knijt te ver weg was. Ja, oké, nu ik hier ben is het wel een klein beetje teleurstellend, moet ik heel eerlijk toegeven. Ik dacht het is echt een of andere epische berg, maar... Wacht, oh het sneeuwt. Er ligt sneeuw op die bergen. Laat me naar boven. Hop. Klimmen. Oh, dit zou echt zomaar het einde van Noobcraft kunnen betekenen. Als ik van deze bergen afdonder, hè. Ik krijg hier echt hoogtevrees van gewoon. Oh! Oké. Er staan daar allemaal enemies. Waarom doe ik dit? Rick, serieus. Ah, ik ben zo bang dat ik hier naar beneden val, jongen. Dat het gewoon het einde van de serie is. Ik krijg hier serieus hoogtevrees van, hè. Ah, in het echt heb ik ook hoogtevrees, jongens. Zijn we daar al bijna? Ik vind het doodeng. Ja? En nu? En nu? Nu sta ik op de top van de berg. Ik kan hier letterlijk niks doen. Dit waren gewoon jullie meest nutteloze minuten uit jullie leven. Sorry jongens dat ik jullie dit heb aangedaan. Ja, lachen. Oh, ik ben alweer bijna beneden, joh. Oh, joh. We gaan even de grot in, jongens. We gaan even kijken wat er in die grot is. Ik heb wel ondertussen een beetje honger gekregen. Dus ik ga even hier deze peen eten. Oh, nom. Lekker worteltje. Daar is een zombie. Ik wou creepetje-piepetje zeggen, maar het mag niet voor jullie. Want het is geen creepetje-piepetje. Zal ik in deze aflevering gewoon lekker zombies gaan slopen? Hallo? Kom dan. Hier. Ik sloop je. Hier, kom dan. Auw. Nee. Laat me met rust. Oké, I got him. Wat is dat voor iets roods? Oh, dat zijn spinnen, hè? Oh, creepetje piepetjes. Maak hem kapot. Ja, maak hem kapot. En die spin ook. Oh, snap. Ik kan niet meer bewegen. Waarom kan ik niet meer bewegen? Ik ben bijna dood. Nee. Dit is mijn zwaarste battle tot nu toe ooit in Minecraft geweest. Oh, deze gasten met die pijlenboog, jongen. Die zijn hinderlijk. Ik ga jou ook een keer slopen. Hier, kom dan. Kom. Hier. Ik maak jullie allemaal kapot, vriend. Maar ik heb wel echt hartjes nodig. Hoe kom ik aan hartjes? Hier, pak die pijl. Waarom pak je niet gewoon die pijl op? Ik heb die enemy gesloopt, zodat ik al die pijlen op kan pakken, hè? Nou, whatever. Niet nog één. Nee, dat kan ik niet meer aan. Huh? En ondertussen heb ik weer hartjes. Is er auto-generate of zo? Ga ik gewoon... Au. Pak hem. Lekker. Wat betekent dat vijfje in het midden? Ben ik nu level 5 of zo? Er staat een vijfje tussen mijn hartjes en mijn honger, zeg maar. Wat betekent dat? Oh, ga je weer ontploffen, creeper? Je gaat niet ontploffen. Oh ja, ontplof maar. Later. Yo, ik ben op die survival dingen, jongen. Ik sloop iedereen vandaag. Zit er in het water ook boeiende dingen of niet? Kan ik verdrinken? Oh, wauw, ik kan gewoon echt zwemmen. Oh, dat is vet. Mop. Oh, dit is wel cool. Oh, wacht even. Oh, wacht. Daar zaten allemaal freaking vissen, jongen. Wat is dat? Auw! Wat is dat? Wat is dat voor zeemonster? Hallo? Wat ben jij? Hier, maak hem kapot, jongen. Maak hem kapot. Met z'n... ja, pak hem. Ik ben bijna dood. Ik ben echt heel bijna dood. Ik ben dood. En nu? Nu ben ik alles kwijt. Echt alles kwijt. Nu moet ik alles... Nee, ik heb niks meer. Liggen mijn spullen niet gewoon daar? Wat is dat voor een of andere Griekse god uit het water? Nee. Nee, laat me nou even met rust. Ik wil even kijken of mijn spullen daar nog liggen, jongens. Dit was sowieso hier ergens achter deze berg. Kijk, al mijn spullen daar. Al mijn spullen zijn hier gewoon, hè?
Jij freaking mapampam, jongen. Pak al mijn spullen terug. Hier. Pak het. Lekker. Kijk dan, wat heeft hij voor epische wapens? Hij maakt me weer dood, hè? Deze gast, jongen. Die dude is veel te sterk. Oh, ik kan dit niet handelen, man. Hij staat me ook echt op te wachten daar, hè, als een of andere koning. Hallo? Die dude, hè, is zo groot. Hij zwemt weg. Yes. Hij zwemt weg. Snel. Weg. Pak al die spullen. Oké, weg. Weg. Oké, je hebt weer allemaal spullen terug, jongen. Oké, kijk hem daar. Ik heb een pijl en boog nodig, man. Komt hij weer? Gaat hij daar gewoon uit? Ik wil hem echt heel graag slopen. Ik moet een trucje doen. Ik moet hier mezelf even inbouwen. Heb ik mijn helm en zo alweer terug? Nee, man. Oh, jawel. Hier, mijn helm. Ik moet in ieder geval even mijn helm opzetten. Maak je kapot, vriend. Gooi dan. Gooi iets. Durf je niet meer te gooien of zo? Hallo? Hier. Ja! Ja, hij is dood. Freaking drenkeling. Hij is dood. Yes. Oké. Nu kan ik al mijn spullen terugpakken. Oh, dit is fijn. Even mijn laarzen weer aan. Ja! Heb ik nou iets van hem gekregen waar ik wat aan heb? Oh, maar weet ik niet. Maar gelukkig, ik heb alles weer terug, man. Die vissen alleen hier, die vertrouw ik echt niet, hè. Hier, daar zit een creeper in het water. Wat ben jij nou aan het doen, joh? Hey, een ezel! Wat doe jij in de bomen? Een ezel, hoe kan ik die ezel lokken? Ik wil die ezel. Kan ik je ook sturen of zo? Hallo, donkey! Ik sla op je kont. Waarom loop je niet? Waarom sta je hier alleen maar? Moet ik je eerst stemmen of zo? Ik heb geen idee hoe ik dit doe. Jongens, help mij. Waarom wil deze ezel niet mee? Kijk, ik chill hem op zijn rug, maar ik kan hier niks mee. Yo, wat is hier gebeurd dan? Wat is dit voor een gat, man? Ik ga even hier naar beneden kijken, hoor. Ik hoor een beest. Auw. Hallo? Pak je zwaard, Rick. Oh, daar zijn allemaal spinnetjes. Ik dacht al... Wat hoorde ik nou? Is daar vuur? Oké, ik moet daar naartoe, jongens. Ik moet daar even naartoe. Ik moet even kijken wat ik daar kan doen. Waarom is daar vuur? Dit is een spinnenhol, jongen. Hier, kom dan. Hier, ik sloop jullie allemaal spinnen. Kom dan. Oh, Kissy. Oké. Oh, maar die spinnen hebben een ander kleurtje. Oké. Lekker. Sloop die spinnen. Ja. Hoeveel spinnen zijn dit hier? Hoeveel? Maak ze kapot. Lekker. Oh, die bruine die zijn volgens mij wel sterker. Maar ze zijn... Ja, ik heb ze. Nog één. De Master Spider is over. Ja! Oké. Nou, wat gebeurt er hier? Wat is hier allemaal gaande? Eerst ga ik eens wat nutteloos spul weggooien waar ik toch niks aan heb. Ik hoor nog een spin. Waar kom jij vandaan? Kom je hier uit of zo? Wat zit hierin? Kapot veel dingen zitten hierin. Redstone en buskruid en nog iets en nog weer een spin. Oké, ik moet al deze dingen pakken. Ik weet niet wat ik eraan heb. Maar dat maakt niet uit. Want ik sloop hun de moeder. En jullie gaan me sowieso helpen met die spullen om te vertellen wat ik daaraan heb. Want ik weet het niet. Dit. Weg met die bloemetjes, jongens. Ik hoef die bloemetjes niet. Waarschijnlijk komt er zo weer een spin terug. Ja, dat dus. Oké. Ik moet nog meer spullen weggooien, want er zat van alles en nog wat in die kist. Ja, deze bloemen, die korenbloem hoef ik ook niet. En die pijlen mogen ook weg, want ik heb toch nog geen pijl en boog. Ja, die spinnen, jongen, die spannen als een malle. Moet ik niet toch gewoon dat ding even kapot maken? Kan ik dit ding niet slopen? Nee, dat gaat niet. Oké. Pak alles gewoon. Ja, dit moet ik hebben. Oké, er komt er zo weer een spin aan. Die moet ik even slopen. Oh, twee zelfs. Voorzichtig. Voorzichtig, Rick. Voorzichtig. Anders ga je dood. Je wil niet dood nu. Je wil nu echt niet doodgaan. Oh, nog één. Pakken. Ja, oké, top. Buskruid. Alle buskruid meenemen. En dat gouden ding moet ik straks ook even pakken, jongens. Ik weet niet wat het allemaal is, hoor. Maar maakt niet uit. Hier, eikenhouten trap mag ook weg. Ah! Stomme spin zat gewoon op... Auw, op het plafond en ik ben naar beneden gedonderd. Auw, freaking spin, jongen. Dit meenemen. Gouden paardenpanzer. Dat klinkt goed. Dat klinkt heel goed. Gouden paardenpanzer klinkt heel goed. Hier, nog een spin. Pak hem. Ja, oké, top. Lekker. En dan gaan we nu die botten pakken. We hebben toch nog een bot. En dan gaan we de tarwe pakken. En dan gaan we snel weg, want er zijn nu opeens allemaal spinnen weer. Godverdorie, man. Opeens 3 spinnen naast me, joh. Dat is normaal. Nou, dat brood vind ik wel prima. Dat brood mag even hier blijven. Dat heb ik niet per se nodig. Oké. Let's go. We gaan terug naar ons dorpje. We gaan terug naar Noob World nu. Ik weet het niet, jongens, maar volgens mij heb ik best wel aardige loot gepakt. En ga maar naar buiten. Ja, we zijn er weer. Oké, oh, dit was echt net naast ons dorp. Nice. Ik heb gewoon een freaking gouden paardenpanzer.
Dit is zo nice. En ik heb spinnenogen. En volgens mij heb ik van die drenkeling deze Nautilus schelp gekregen. Verder heb ik wat touw. En wat had ik nog meer? Een muziekplaat blijkbaar gevonden ergens. Ik heb buskruid. Botten. Oh man, wat heb ik allemaal voor spullen gekregen. Ik kan nu beendermeel maken. Geen idee wat ik daar aan heb. Maar terwijl ik ga slapen, moeten jullie me maar gewoon gaan helpen. Ik weet niet man, ik vond dit toch alweer een hele toffe aflevering van Noobcraft. We hebben een drenkeling gebatteld, we hebben een of ander spinnennest gevonden. Een gouden paardenpanzer, hoe epic is dat? Nou moet ik alleen nog even een paard hebben jongens, dan kunnen we een riddertje gaan spelen. Hoe tem ik een paard? Waar vind ik een paard? Kan ik dat ding ook op een ezel zetten? Laat het weten in de comments, doe een blauw duimpje omhoog als je wilt dat Noobcraft doorgaat. Abonneer op mijn kanaal als je dit meer wil zien. En wil je mijn live zien... En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/rickettune. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!